Yo mensen, bedankt voor het kijken naar deze groep nieuwe vlog op dit kanaal. Mijn naam is Jorn, hier naast me zat Dante net, gaat net opstaan. Hallo. Daar is Dante. Oh, hij is nieuw op dit kanaal. Ik ben nieuw op dit kanaal. Ja. Hi. Zoals je ziet zitten we niet meer in het appartementje, dus we zitten nu op een eiland. Als ik de camera omdraai, dan zien jullie andere uitzicht dan gisteren. Zijn jullie er klaar voor? Hier gaan we. Tadaa, en meer. Dat is Dante. Hij is dieren aan het spotten. Nee, ik was op zoek naar Freek Vonken. Maar mensen, we weten nog steeds niet of jullie... Wow, hij is nog ingezoomd. Wow. Maar we weten natuurlijk niet of jullie de vorige vlog goed of leuk vonden, want die staat nog niet online. En... Pas wel. We gaan voor de één lijn. Maar mensen, wij gaan zo even varen weer. Niet dat we al gevaren hebben of zo. Ik kom laat op de crib zien. Oh, wacht. Laten we even zien. Hier. Dat staat een monument. Geen idee waarvoor het staat, iets met iemand die hier was. Ik heb het een keer helemaal uitgezocht. Ja? Ja, ik weet er niks meer van. Hier. Gaan we naar de zijkant toe. Letterlijk de andere kant. We zijn nu aan de andere kant van het onbewoond eiland. Kijk, daar ligt onze dikke jacht voor dit keer. Jullie hebben hem al eerder gezien. Bam! Hij is weer terug. Woehoe, hij gaat alleen iets minder snel. Dat is vragen hoor. Ja. En dit is ons uitzicht vanaf de andere kant. Mwah. Matig. Hoi. Wij waren net voor jullie nog op het eilandje. En nu zijn we een berg. Kijk, als we hier zo kijken. Daar achter ons is het meer. En precies aan de rand van het meer staat onze camping. Waar staan wij? Nog ineens boven op de berg. Nou, zo'n beetje wel, daar is de top. En ik zweep kapot. Nu gaan we foto's maken hier. Maar het is wel mooi. Maar ik had het niet op de fiets gedaan. Nee, dat kan ik ook niemand aanraden. Ben je weer bijgekomen van de fietsrit? Oh, gisteren. Ik bedoel, oh ja. Oh, dat was wel zwaar, hè? Oh. Oh. Zo, zie je dat zweet op zijn gezicht. Oh. Dit is ons uitzicht. Oh. Nee, dit is ons uitzicht. Mijn ouders staan daar. En wij staan hier. Niks hier. Komt wij. Er is op tentjes wel gaan staan, maar die staan in de brandende zon. En daar hadden we geen stroom. En we hadden geen stroom, en we hebben wel stroom nodig. Ah. Niet dat ik vandaag de telefoon ben vergeten dat de laan nu leeg is. Maar... We hebben stroom nodig. Nee, dat is heel leuk. Doe niet uit, nee! Dit is het enige vermaak wat we hebben. Wat gaan we doen? Nou, is nog niet had gezien. Een knakwoord staan vaak op een camping. Home and away, portable casino. Dit zouden we eerder ook al doen in een video 2 jaar geleden. Maar die hadden we een nieuwe opname gehad, maar toen. Die was vergeten op te nemen, klikken. Ik, jij zou het allemaal rijden. Ik heb allemaal niks tegen. En dan loopt weg. Dag Johan. Niemand mag Johan. Lekker knakworstjes. Ja, hij komt terug. Hij is coming. Hij is coming. Ik ben er al, hè? Hé, hey, man. Oh. Lekker. Het gaat allemaal goed zo te zien, hè? Ja, helemaal toppie. Nou, we gaan even lekker knakworstjes even. Zien we jullie zelf wel weer ergens. Ik weet nog niet waar. Heb je wel van ons een sponsor voor? Saskia. Ik wou eigenlijk wat ik dit doen, dat is wel Saskia. Hoe nou, we gaan hem nou doen. Goh, wat een verrassing. Ja, de camping, hè? Geen hotel. Waar deden we ons hotel dan? We hebben nooit samen in een hotel gezeten. Annika, dat is een hotel. Ja. Is Jorn met heel veel perskaarten en dat vind ik zo kut. Ja, ja. Maar Jorn wint altijd door perskaarten. Ja, 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 ja. Wil je ook dat Jorn stopt met Uno? Bij 5 likes gaat Jorn nooit meer met mijn Uno doen. Oh, nee, nee, nee. Oh, je 20 likes. 20 likes. Jorn gaat nooit meer Uno doen. Geef me 20 likes. Ik wil nooit meer met hem Uno spelen.
Nooit meer. Wat doe je nou? Nee. Pech. Ga je echt jezelf schudden? Die hoeft nog niet geschud te worden. Kijk, nee, zo luister je nu nou en dat is dan zijn tactiek. En opeens krijgt hij alle plus 4 kaarten. Opeens heeft hij een railkaart. Oeh, daar gaat ze. Dus jongens, als je een leuk liedje hebt over Jorn, stuur hem in. Ik wil dat graag over Uno gaat en hem. Dankjewel. Laat het even spreken.